De leerlingen van groep 6a van OBS De Weijer hebben grondig ervaren wat er allemaal komt kijken voor er een brood of pannenkoeken gebakken zijn. Ze deden dat in een project van de stichting WBJG. Het heet Voor de Wijk en senioren, specialisten op hun vakgebied, zetten zich daarbij in om hun ervaring over te brengen op kinderen. Groep 6a van juf Selma Aksa deed dat in 3 lessen. Vorige week waren ze in Korenmolen de Hoop, waar molenaars Eddy Bleker en Janine van der Linde lieten zien hoe zo'n molen nu werkt. En vandaag? We zijn hier live bij onze school. Onze mooie pannenkoekenbakkerij. Als we daar naartoe kijken, hebben wij de malen. Zijn we eigenlijk een soort aan het malen, omdat we bij de molen zijn geweest. Daar bakken we pannenkoeken voor de, met het meel dat we eigenlijk wat van de molen komt en wat we gemaald hebben. Ja, een klein beetje olie. Dit is een kenner. Nee, we krijgen gewoon pannenkoekenlucht. In onze klas kunnen we ook zien hoe de korrels eruit zien. En dat doen we dan met een microscoop. We kunnen ook zien hoe andere dingen eruit zien. Dus dat is ook heel gaaf. We hebben nu wel gemerkt hoeveel werk er eigenlijk in zit om dat te doen. Ik vond het echt hartstikke leuk en echt heel leerzaam. Verder zijn de pannenkoeken heel lekker. Het enige jammer is dat er geen stroop is.